Het nieuwe schooljaar begint op Visser het Hoofdlyceum in Rijnsburg net even anders als op andere middelbare scholen. Directeur Geert van Zandwijk neemt na 20 jaar afscheid. Na ruim 40 jaar is hij per 1 september gestopt. En ik heb hier ruim 20 jaar Engels en aardrijkskunde gegeven en soms ook nog wat maatschappij en godsdienst. Maar dit was mijn stamlokaal en ik was zeer gesteld op dit lokaal, boven in school. En je kan waarschijnlijk, als je het ziet, buiten ook, het is een prachtig uitzicht. Je ziet de toren, maar bij helder licht kan je zelfs Rotterdam zien. Op een gegeven moment ben je natuurlijk daar wel aan gewend. Maar het gevoel van vrijheid wat ik hier had, vaak ook met de deur open, dat was er wel. En ik zit nu naar rechts te kijken en ik zie nog mijn oude kast staan. Dat is nog het enige wat overgebleven is. Het is verder een modern lokaal geworden. Digiborden die zijn in, kinderen hebben laptops. Ja, en dat was inderdaad in de tijd dat ik les gaf, had je gewoon een bord met krijtjes. En dat was het gewoon. We lopen met Van Zandwijk door zijn school heen. Elke plek heeft wel een verhaal. En dat mag ook wel, na zoveel jaar. Ik zeg, deze week is een introductieweek. En de tweede klasse, die hebben vannacht, of gisteravond, een spooktocht gedaan en hebben vannacht hier geslapen. En mij wordt nu bijna verweten dat ik ze hier binnen laat, want de docenten die hebben natuurlijk ook een slapeloze nacht voor een groot gedeelte gehad. Maar daar ben ik wel heel trots op dat dat gebeurd is. En volgens mij staan er ook daar nog een stelletje te wachten om hier naar binnen te gaan. Dus, waarom is deze ruimte bijzonder? Deze ruimte is bijzonder omdat die is in 2004 is die gebouwd. Wij zijn toen begonnen met thuiswerkvrij onderwijs. En dat thuiswerkvrij onderwijs heeft ervoor gezorgd dat ook Katwijkse kinderen in behoorlijke mate hier naartoe gekomen zijn. En ik denk dat uiteindelijk, want we zijn een kleinere school tussen heel veel grote scholen, dat het begin is van het echte bestaansrecht van deze school. De school heeft zich enorm ontwikkeld. Thuiswerkvrij is wel thuiswerkluw geworden. Het ziet er nu niet, dat kan je zien, niet super netjes uit, omdat de boeken nog uitgedeeld moeten worden. Maar dit was dan toen heel modern, het open leercentrum. Het is ook de mediatheek. Hierachter zit ook nog een soort bibliotheek en een soort multifunctionele ruimte die zelfs nu nog zeer goed van pas komt. De laatste 20 jaar was Van Zandwijk directeur van de school. Leiding geven aan een school is natuurlijk wel iets anders. Dus je moet op een gegeven moment ook gewoon leren hoe je de zaken aanpakt. Vaak is het zo dat wat je doet, dat wel redelijk duidelijk kan zijn. Maar hoe je het doet en hoe je het voor elkaar krijgt, dat hoort echt bij het werk van een directeur. Waarbij ik eigenlijk altijd wel belangrijk gevonden heb. En als leraar dacht je daar misschien wat minder over na. Want toen vond ik gewoon, ze moeten wat leren. Ze moeten goed presteren. En ik wil dat ze het bij mij in de klas leuk hebben. Maar in een school gaat het echt om leerlingen. Nou, dat zal elke directeur zeggen. Maar wat ik hier bedoel is van, en ik hoop ook dat mijn docenten en mijn teamleiders en mijn ondersteunend personeel dat ook vinden. Geert van Zandwijk is vooral een docent geweest op het gebied van exacte vakken. Tekenen, daar begreep hij niet zoveel van. Tekenen, dat vond ik gewoon niks. Maar het is wel zo dat ook de tekenjuffen die ik hier gezien heb, die maken er echt wat van. Ik durf nog wel te zeggen dat ik er gewoon kijk op heb of wat het wat is. En ik vind het wel heel erg belangrijk. Dus ik ben meer van de muziek en van de sport. Maar kunst is voor mij binnen de school net zo belangrijk. Dus er zijn nu ook gewoon, op een gegeven moment dansen, dat gebeurt ook gewoon. We zijn begonnen en soms bezig met drama. We hebben in april altijd Holland Got Talent. Of in dit geval dus VHL Rijnsburg Got Talent. En dan worden er allerlei dingen in de aula voor ouders en voor kennissen opgevoerd. En dan is kunst daar een onderdeel van. Dus hoewel ik daar zelf niet overdreven bedreven in ben, vind ik het wel heel belangrijk. En zie ik ook dat de docenten hier daar ook echt iets van maken. Lesgeven is in essentie hetzelfde als 40 jaar geleden. Maar er is wel veel veranderd. Kinderen zijn in mijn ogen niet veranderd. Maar de tijden en de omstandigheden die zijn enorm veranderd. Het is 5 keer zo snel geworden. Nou, de digiborden die heb je hier kunnen zien. Ze hebben een eigen laptop, ze hebben allemaal een mobieltje. Nou, ja, dat zou jij ook net gehad hebben, dat hadden mijn kinderen ook nog net, maar dat is eigenlijk ook nog vrij recent. Dus de manier van onderwijs geven, dat is wel veranderd en ook de maatschappij is veranderd. En daar willen we binnen deze school, dus we willen een moderne school zijn, maar we willen echt oog hebben voor wat gebeurt er nou eigenlijk om ons heen. En dat zit bijvoorbeeld ook in de laptops, de mobieltjes, want de communicatie gaat anders. En voor zover er hier gepest wordt, want dat gebeurt echt niet veel, maar pesten over sociale media, daar zou je zelf ook alles van weten. Dat zijn natuurlijk dingen die gewoon gebeuren.
En daar moet je als school ook mee dienen. De relatie met de school gaat een stuk verder terug dan zijn eigen carrière. Toen de school gebouwd werd, was mijn vader hier de directeur. En toen stond hier volgens mij ergens het bureau. En je vroeg net naar de verschillen tussen vroeger en nu. En daar heb ik het nu, ik heb met mijn vader nog wel eens over, hè, over de 100, maar hij snapt het nog allemaal precies. Wel eens over hoe gingen de dingen toen en hoe gingen de dingen nu. Hij denkt dat ik veel harder heb moeten werken dan hij. En ik denk van dat het gewoon een hele andere tijd was en dat je voor kinderen in de school altijd hard werkt. Maar ik heb hier met veel plezier 20 jaar gewerkt. Ik ben in het voorjaar ben ik gaan nadenken over, nou ik ben 65. Ik ga nog wel wat dingetjes voor de school doen, maar ik ben precies 20 jaar directeur geweest. Net als mijn vader. Dus toen dacht ik van, nou misschien is dit wel een mooi moment. Wat ik zelf heel belangrijk vond, is dat er een goede opvolger zou komen. Nou, die hebben we gevonden. Die staat hier vlak bij me. Dat is Esther Oudshoorn. En die is, laten we zeggen, sinds 1 september, sinds maandag, officieel in functie. Dus zij is nou, zoals ik het noem, de chef van de school. En ik kom hier nu nog af en toe om nou, een beetje de overdracht te doen en nog wat dingen te regelen. Maar zij is nu echt degene die het gaat regelen. Dus, we gaan naar de administratie toe. En je gaat het je misschien niet kunnen voorstellen. Nou, dat is mijn steun en toeverlaat Anneke Ravensbergen. Daar zal ik je zo iets over vertellen. Dit was oorspronkelijk de lerarenkamer, zo heette dat vroeger. En er stond hier een hele grote tafel. En er stonden 5 of 6 asbakken op. Dat is dus heel anders dan vroeger. En hier werd eredivisie gerookt, zo noem ik dat. En op dit moment is er niemand binnen de school die rookt. Althans, een enkeling zal het wel doen. Maar we zijn een rookvrije school. En van het personeel denk ik dat er... Ik denk dat er op dit moment zelfs niemand rookt. Oorspronkelijk, toen ik hier kwam, en dat was 1999, en jij bent in 97 gekomen, hè? Is binnengekomen als secretaresse. En ik had toen was ik een soort coördinator, heette dat. En ik had al best wel gauw door van, deze mevrouw, die kan wel wat. Ze vindt het niet leuk dat ik het nu allemaal ga zitten vertellen, maar het is wel zo. En vanaf dat moment heb ik gezegd, ik wil graag dat je ook het managementteam ondersteunt. Nou, ze is een Rijnsburgse, ze is ook gewoon van het PC. Maar de identiteitscommissie die ze leidt, dat is meer dan alleen aandacht geven aan het PC wat we doen. Maar dat heeft ook te maken met burgerschapsdingen. En volgens mij staat er dit jaar iets van duurzaamheid op de kalender. Nou, ze maakt het rooster, ze denkt met me mee. Dus ja, voor mij een heel belangrijk persoon geweest in al die 20 jaren. En ik hoop dat ze de school nog een aantal jaren zal dienen. Want ik zou bijna zeggen onmisbaar, hoewel dan niemand onmisbaar is. Dus. Het afscheid van Van Zandwijk is op woensdag 18 september. Ik denk ook gewoon dat Visser het Hoofd Rijnsburg voldoet aan een vraag uit de omgeving. Ook al hebben we veel grote scholen om ons heen. Ja, met een kleinere school kan je een ander en misschien wel beter soort aandacht aan kinderen geven. Maar het is ook gewoon, dat heb je een beetje kunnen zien, een school die ook heel modern is. En ja, bij het afscheid nemen ben ik daar trots op. En ik heb er vertrouwen in dat ik mijn team, het is een goed team, dat die dat gewoon voortzetten. En nou, je hebt net de nieuwe directeur gezien. Die gaat dat leiden. Dus ik ga vol vertrouwen deze toekomst in en mijn eigen toekomst in.